Dag Aurélie, wij staan hier in Garage De Witte, de Nissan Garage De Witte, in Sint-Gilles-Waas. En daar heb je net deze knalgele wagen in ontvangst genomen. Jij bent dan ook de nieuwe Miss Sint-Niklaas 2015. Het is een heel prachtige wagen. Ook een unieke. De mensen gaan mij zeker van ver zien toekomen met de blitse kleur, de gele kleur. Ook binnenin de accenten zijn zeker en vast super mooi. Ook afgewerkt allemaal in het geel. Alles is er toch wel aan gedacht. Mijn vriendinnen zullen waarschijnlijk wel jaloers zijn, maar ik ga ze toch wel eens meepakken uiteraard. Maar het stuur blijft toch van mezelf. Eigenlijk het was toch wel een heel spannende tijd voor mij. Eerst de voorbereidingen voor de halve finale. En eigenlijk na de halve finale worden er pas ingegooid. We moesten een promodossier maken. We moesten overal aanwezig zijn in Sint-Niklaas, in het Waasland. Ook daarbuiten eigenlijk. We moesten toch de stad heel goed promoten. En ik denk toch wel dat we dat allemaal, alle 16, toch wel goed gedaan hebben. Er zijn ook mooie vriendschappen ontstaan. En als je zo'n misverkiezing kunt afsluiten met een eerste plaats op de finale, ja, dat is geweldig. Vooral tijdens de vredefeesten mocht ik een ballonvaart meemaken. En dan zie je ook de stad eigenlijk in het miniem. Want Sint-Niklaas is een grote stad. Wij zitten op de grootste markt en daar zijn we eigenlijk opgestegen. En dat was toch wel prachtig om te zien. Dat Sint-Niklaas... veel verborgen plekjes heeft, eigenlijk veel verborgen parels. We hebben een rondleiding gekregen, een stadsrondleiding van de burgemeester. Ik ben alleszins al veel meer te weten gekomen over Sint-Niklaas, nog meer dan ik uiteindelijk al wist. En Sint-Niklaas blijft een stad naar mijn hart, toch wel. Ik mag eigenlijk vanaf morgen met deze wagen op de baan rijden. Een heel jaar lang. Dus de mensen gaan mij zeker veel zien in het Waasland. Ik denk dat iedereen wel gaat zien of ik op een evenement aanwezig ben of niet als ze mijn gele wagen zien. En we gaan toch wel veel de garage promoten, de misverkiezing promoten. Want uiteindelijk Nissan Garage is toch wel onze hoofdsponsor. Ik denk vanaf april zijn we recht ingevlogen met de halve finale, de voorbereidingen. We hebben een paar uitstappen gedaan. Maar na de halve finale zijn alle dagen eigenlijk van de komende maanden toen toch wel allemaal gevuld geweest. Ik heb altijd in Klapaya gedanst, in de Breedstraat in Sint-Niklaas. Dus de Stad Schouwburg zelf tijdens de finale was niet nieuws voor mij. Ik stond daar altijd tijdens de paasvakantie 2 weken op het podium. Dus qua podiumervaring had ik toch wel al een streepje voor. Ik ben afgestudeerd in september als marketeer aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Eigenlijk is het vooral een ambassadrice dat je bent. Ook een mis, maar vooral een ambassadrice. Je gaat de stad vertegenwoordigen eigenlijk. Dat is ook wel het leuke daaraan. Je gaat veel mensen leren kennen, veel contacten leggen. Je gaat heel leuke activiteiten tegemoet gaan. Ja, er worden zeker en vast vriendschappen, mooie vriendschappen opgebouwd. En je ontplooit eigenlijk helemaal tijdens het verloop van de verkiezing. Dus de choreografie telkens... De catwalk training, de training hoe dat je moet spreken in publiek tegen de mensen naartoe. Mijn ambitie toen, stap per stap eigenlijk. Ik wou zeker en vast eerst door de halve finale. Maar vanaf als je toch wel finalist bent, dan wil je natuurlijk voor de eerste plaats gaan voor Miss Sint-Niklaas. Ja. Dankjewel Aurélie. Ik wens je nog heel veel succes met de wagen uiteraard en van je verkiezingsjaar, eigenlijk van je regeringsjaar als Miss Sint-Niklaas 2015. Proficiat nogmaals. Goed, ik ben burgemeester van Sint-Gilles-Waas en ik ben zeer tevreden om hier vanavond in Garage De Witte te kunnen staan. Om 2 redenen. 1, ik wil toch wel eens zeggen dat Garage De Witte een voorbeeldbedrijf is in onze gemeente. Een echt familiebedrijf en naast mij staat dus de tweede generatie Peter en zijn echtgenoten die de zaak hebben overgenomen. Uiteraard ben ik zeer fier met Sint-Niklaas hebben. Het is de tweede keer op rij
dat Miss Sint-Niklaas uit Sint-Gilles-Waas komt. En nu is dit Aurélie. En ik heb al verschillende keren gesproken met Aurélie. Ik ben daar zeer fier over. Het is een intelligente, actieve en mooie jonge dame. Sint-Niklaas mag een jaar gebruik maken van een van de mooiste meisjes van Sint-Gilles-Waas. Waarom doen wij dit sponsoring aan Miss Sint-Niklaas? Of waarom mag zij Aurélie een jaar met de Nissan Juke rijden? Omdat dat voor ons een goede vorm is van publiciteit. Een rijdende gele Nissan Juke door gans het Waasland spreekt meer dan een advertentie in een krantje. Vandaar dat wij gekozen hebben om onze sector ook uit te breiden en te vertegenwoordigen door Miss Sint-Niklaas. We hebben de persvoorstelling hier gehad, van in het begin heeft die bij ons plaatsgevonden. We hebben daarna ook in de halve finale aanwezig geweest. We hebben ook uiteraard met ganse familie De Witte gaan kijken. En dan uiteraard de halve finale, de finale zelf, waren wij ook allemaal van de partij. Dat vonden we wel belangrijk. Ze hebben hier ook bij ons het 40 jaar evenement. We hebben dit jaar ons 40 jaar Nissan gevierd. En hebben de dames van Miss Sint-Niklaas, want toen we eigenlijk de finalisten waren, ook allemaal een show komen geven hier. Ook 3 dagen aanwezig geweest. Dus wij hebben ze eigenlijk allemaal leren kennen en verschillende contacten met gehad. Een toffe finale, heel afwisselend. Dus de finale van 2014 Miss 2015 was een hele gevarieerde show. Ja. Zeker boeiend en tof om naar te kijken. De wagen die we weggeven is de Juke van de nieuwste generatie. Dus een Nissan Juke met alle veiligheidsuitrustingen in de vorm van rijbaanassistentie, rondomcamera, uiteraard ook de GPS, zodat Aurélie in het Waasland elk straatje kan vinden. En ook het panoramisch openschuivend dak, wat een beetje de wat open luchtgevoel geeft.